automatisch. Stilstaand op het samiet. Een avond voelt het magisch. Zo automatisch. Een sport uitzoeken is zo makkelijk nog niet. Al helemaal als je niet alle sporten kan doen. Dit is Mabel, 13 jaar, woont op Texel en ze vindt het heel moeilijk om een sport te vinden die bij haar past. Oké, Mabel, jij hebt dus hulp nodig bij het vinden van een nieuwe sport. Ja, klopt. En waarom lukt het dan nog niet? Nou, ik heb CP, cerebrale parese. Zo, dat is een hele mond vol. Ja. Kun je me uitleggen wat dat precies is? Dat is dus dat je hersenen soms heel erg, maar soms een klein beetje beschadigd zijn, waardoor je niet zo goed kan bewegen. Oké. Dus je doel is een nieuwe sport vinden die leuk is. Wat voor soort sporten vind jij leuk? Ben jij een beetje van balsporten of rennen of iets met snelheid? Meer conditiesporten. Dan ga je wel meer in de richting van atletiek. Oh ja? Wat zijn bijvoorbeeld sporten wat misschien niet zo makkelijk kan lukken? Nou, bijvoorbeeld tennis en badmintonnen. Daar ben ik niet zo goed in. Wat lukt daar niet aan? Nou, gewoon die aansturing van mijn hersenen naar mijn handen, zeg maar, om me de bouw te slaan. Dat is best moeilijk. Oké, dus die strepen we af. Ja. Ik heb natuurlijk wel iets geregeld. En dat is? Wij gaan vandaag een lesje handbiken doen. Ja. Vet, hè? Ja. Ik heb iemand geregeld en hij is Paralympisch kampioen. Wauw. Dit is Jette Plat, de beste handbiker ter wereld. Hij won overal goud. En vandaag is hij onze coach. Oh, wauw. Hoe vind je dat? Heel cool. Ja? Ja. Heb je er zin in? Ja, zeker. Mabel. Ja? Kijk daar eens. Wauw. Daar staat hij. Oh, goed zeg. Hoe voel je? Goed. Ja? Spannend. Ja? Ja, zeker. Ik heb een verrassing voor je en hij komt er nu aan. Ja, daar is hij. Wow. Jetse Plak. Goedemorgen. Het is Mabel. Goedemorgen. Hey Jetse. Goedemorgen. Jetse die gaat jou vandaag leren handbiken. Oeh. Wat leuk dat je gaat handbiken. Heb je het al eens gedaan? Nee, nog nooit. Nog nooit. Eigenlijk is het heel erg simpel hoor. Dus het is een handbike en dat zegt al heel veel denk ik dat je met je armen fietst. Je zag hem al aankomen fietsen. Je hebt eigenlijk twee handvatten waar je gewoon je handen op houdt. En eigenlijk op die manier trap je met je armen. Oh. Het is net als een fiets, zit er ook gewoon een ketting op. Oh, ja. En versnellingen. Dus je kunt zwaarder schakelen en lichter schakelen. Oh, ja. Nou ja, en we hebben drie wielen, omdat je dan wat stabieler bent en niet omvalt als het niet hard door de bocht gaat. Dus je moet wel echt heel sterk in die armen zijn. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Oh? Ja, oké. Zullen we hem gewoon eens uitproberen? Ja, ben benieuwd. Nou, ga jij er maar eens even op zitten. Hij is wel echt heel cool, zeg. Wow. Heel laag bij de grond, hè? Wow. Ja. Kijk, en dan kun je je voeten, zal ik een beetje helpen, in de beugels doen. Ja. Oh, zo. Dan vallen die niet op de grond. Maar dit is gewoon een lichtstoel zo'n beetje. Ja. Volgens mij past die ook fantastisch. Heerlijk, ik ga natuurlijk slapen. Ja. Nou, pas op, hè. Dat gaan we niet doen, hoor. Oh. Kijk, je hebt hier bij je vingers, als je je vingers uitstrekt, dan heb je daar het remmetje. Knijp het maar een keer in. Ja, dat is je rem. Oh ja. Die zit alleen aan die kant. Die zit alleen aan de rechterkant. En er zitten natuurlijk heel veel versnellingen op. Omdat we natuurlijk met wegfietsen is het lekker als die op een wat lichtere versnelling staat. En als we wat harder gaan, dan wil je natuurlijk wat zwaarder schakelen. Die gaat eigenlijk, hier zit die op je handvat en dan kun je draaien. Oh, maar het werkt alleen als je fietst. Dus je moet het doen tijdens het trappen. En je trapt en je stuurt tegelijk. Je voelt hem misschien al een beetje wiebelen. En je hangt al heel erg goed mee. Want als je naar de rechterkant gaat, dan moet je natuurlijk een klein beetje naar rechts hangen. Omdat anders, dan kan je wiel zeg maar een beetje loskomen. Dus als je deze kant op gaat, moet je hier... Ja, een beetje meehangen. Het is bijna een soort raceauto. Beetje een raceauto idee. Ja, een soort van. Volgens mij wil jij heel graag gewoon uitproberen. Ja, ik wil gewoon heel graag proberen. Wow. Dit is zwaar, hè? En probeer hem goed echt rond te draaien. Dat je een beetje druk op de wiel houdt. Weet je nog waar je rem zit? Rem maar een beetje. Hier. Oh. Probeer met de rem. Ja, goed zo. Ja. Oké, nou. Handbiken. Even kijken. Nou, eerst erin. Boom. Oké, wat zei Jesse ook weer? Been hierin.
Oké. Andere been. Check. Sturen. Oh ja, dat ging helemaal zo. En zo. Oké. Nou, hoezo kom ik er niet vooruit? Sturen. En welke sport heb je allemaal al geprobeerd? Ik doe nu elke woensdag framerunnen. Oh ja, op de atletiekbaan. Ja. Dat is best lastig, hè? Het sturen en het trappen tegelijk. Ja. Ja. Sinds wanneer fiets jij al op een handbike? Ik handbike al vanaf mijn 5e jaar. Dus al heel erg lang. Wauw. Ja. Wanneer was je eerste wedstrijd? Ik was 12 jaar oud toen ik mijn eerste wedstrijd reed. Maar toen won ik nog niet, hoor. Zeker niet zelf. Oh. Werd ik bijna laatste, denk ik. Nou, dat is wel zuur. Hey, voel je de ondergrond een beetje? Want we rijden nu op hobbeltjes. En dan voel je in je hele lichaam natuurlijk een beetje de hobbels. Ja. Dat is wel lekker. Een soort ontspanning. Een soort massage eigenlijk, hè? Ja. Hey, jongens! Ja, tijd voor een pitstop. Hoe gaat het? Ja, goed. Goed? Ja? Koud. Oh, je hebt het koud. Wil je wat hebben? Wil je een trui? Wil je water? Nou, ik wil wel een trui. Een trui. Ha, daar is hij. Kijk eens even. Kijk. Ik heb net ook even een handbike geprobeerd. Ja, dat is toch denk ik niet helemaal mijn ding. Maar ik verzin wel iets en ik zie jullie onderweg. Goed? Oké, tot zo. Tot zo. Nou, ik denk dat het nog wel een klein stukje harder kan. Dus laten we gaan. Oh nee, er komt aan hoor. Oh nee, wat erop. Blijf trappen. Nou, ik heb ook iets gevonden. Tada! Zeg, hoe gaat het hier? Ja, goed. Ja? Ja. Wel chill eigenlijk. Ja? Jullie zitten gewoon lekker nog achterover te leunen in je lichtstoel. Ja, precies. Lekker te chillen. Wat was je vetste wedstrijd die je ooit gedaan hebt? Kort geleden was het natuurlijk de Paralympics in Parijs. En dat vond ik wel een hele gave wedstrijd. Oké, Mabel. Een bak trappen. En dit goed, wordt goed in het midden blijven. Dit gaat hem worden, hoor. Trappen. Oh, dat is voor mij ook zwaar natuurlijk. Oh my god. Oh, die armen. Ja, nu gaan ze verzuren. Trappen. Vanaf nu is die wat makkelijker. Ja. Trappen. Ja, supergoed. Hop. En door. Yes. Hoppakee. Op de top van de berg. We made it. Lekker. Hoe vind je dat Mabel het heeft gedaan? Nou, volgens mij hartstikke goed. Want het is de allereerste keer dat je op een handbike fietst. En dat is natuurlijk toch even anders dan anders. Maar het sturen ging steeds beter. Het schakelen, het remmen en zelfs die heuvel op. Volgens mij heb je gemerkt dat het echt wel zwaar voor je arm is, maar het ging hartstikke goed. Nou, wat goed zeg. Jetsen, heel erg bedankt voor vandaag. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Super toffe dag. En zullen we dan nog even keihard die berg af? Ja, even racen. Let's go. Oeh. Oh, wacht even. Oh. Wacht even. Je mag gewoon sturen, je hoeft niet te trappen. Oh, ja, kom op, Nienke. Haast maken. Ja, wacht even. Woehoe. Zo, Mabel. Dit was dus handbiken. Wat vond je ervan? Vet. Ja. Maar ook lekker dat je zo liggen en zo kan... Ja, heel relaxed handen. Eigenlijk. Ja. Maar de grote vraag, is handbiken, is dat nou jouw sport? Ik wil nog wel een andere sport proberen. Oké, dus ik moet weer aan de bak? Ja. Nou, ik denk dat ik nog wel iets weet. Oh, wat dan? Ja, dat hoor je de volgende keer. Oh. En jullie ook. Nou, doei.